Focus hier, en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. We zitten zo'n beetje halverwege 2023. Dus het kan geen kwaad om eventjes te kijken hoe het eerste gedeelte is gegaan om vervolgens ook verder vooruit te kijken van hoe zal 2023 afgesloten worden. Daar gaan we het over hebben, dus laten we snel beginnen met de video. Als we kijken naar de SP 500 kan je natuurlijk niet omheen dat 2023 gewoon een mooi jaar is. En dat werd natuurlijk ook wel tijd, want 2022, je kan er niet omheen, dat was gewoon een matig jaar. Vervolgens zien we dus een year-to-date performance van zo'n 14,5%. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want het ging op een gegeven moment ook wel hartstikke snel. Zeker als je kijkt vanaf halverwege maart is het natuurlijk zo dat we in, op dit moment behoorlijk hoger staan, namelijk een stijging van 15% in zo'n drie maanden tijd. En als je zelfs wat verder uitzoomt en je pakt bijvoorbeeld het lage Punten bij van, august, eh, van oktober 2022, dan is de stijging op dit moment zo'n 25%. Wat inhoudt dat we op dit moment in een bull market terecht zijn gekomen. We zaten natuurlijk een hele lange tijd in een bear market, omdat de top van 2022 al snel achter ons lieten. En vervolgens was het dus op een gegeven moment ook een, een daling van meer dan 20%. Want als je inderdaad dat toppunt erbij pakt en je trekt hem bijvoorbeeld door tot het lage punt van oktober 2022, was er op dat moment sprake van een daling van iets meer dan 25%. Dus het is best wel snel gegaan om van een bear market naar een bull market te gaan. Maar dat zie je eigenlijk wel vaker voorkomen. En het moment dat een bear market zijn bodem heeft aangetikt en we stijgen, zie je ook vaak dat het hartstikke snel gaat. Want op dat moment zijn er heel veel beleggers die de stijging niet vertrouwen. En als we eenmaal die stijging doorzetten, zie je best wel wat FOMO, Fear of Missing Out. Dus we zien in één keer dat er heel veel kapitaal vanaf de zijlijn de markt in belandt. En zie je dus dat we een behoorlijke snelle sprong kunnen inzetten. Want als we Bijvoorbeeld, ook kijk naar een onderzoekje om te zien van wat zijn nou de beste dagen voor de SP 500, en dat gaat dan van 1993 tot en met 2022, dus dat is best wel een behoorlijke tijd. Zie je dat 52% van de beste dagen plaatsvindt tijdens een bear market. Dus het moment dat een bear market is ingestart, dus bij een daling van 20% of meer sinds de top in de laatste 52 weken, zie je vaak dat we een bodem hebben aangetikt en dan zie je langzaam zeker herstel. Maar vaak zit de in die fase van die fantastische dagen dat als je ze mist, dat je waarschijnlijk op de lange termijn veel minder rendement behaalt. En je ziet zelfs 26% gebeurt in de eerste twee maanden als een bull market is begonnen. De bull market is nu officieel zo'n 2-3 weken bezig, dus het is inderdaad ook interessant om te zien wat de komende tijd gaat gebeuren. Dus je ziet dat 78% van de beste dagen tussen 1993 en 2022 heeft plaatsgevonden tijdens een bear market. Of dat de bear market net voorbij was dus dat geeft wel aan dat de S&P 500 vooral stijgt als heel veel beleggers er geen rekening mee houden en dan kan het natuurlijk heel snel gaan want als er inderdaad meerdere van dat soort goede dagen in 2-3 weken tijd zitten, zie je natuurlijk dat het heel snel gaat, beleggers, beleggers kweken vertrouwen, zijn toch bang dat hun spaargeld aan de zijlijn misschien niet de beste beslissing was en we stappen vervolgens met behoorlijk wat kapitaal weer in de aandelenmarkt en kan het hartstikke hard gaan Vervolgens zie je hier ook rechts een overzichtje van wat nou als je de beste dagen hebt gemist, en dat is van 1993 tot 2022 met een investering van 10.000 dollar, dan zie je dus als je gewoon niks had gedaan, dat er op dat moment sprake was van een vermogen van 158.000 dollar. Maar als je vervolgens de 10 beste dagen hebt gemist tussen 1993 en 2022, dan komt het bedrag uit op 72.000 dollar. Niet eens de helft als je inderdaad gewoon tijdens die periode gewoon alles inderdaad in de aandelenmarkt had zitten. Dus het is heel erg duidelijk dat als je die beste dagen mist, dat je lange termijn rendement gewoon een stuk minder is. Vandaar dus dat je ook altijd hoort dat de timer van de markt eigenlijk onbegonnen werk is. Want als je inderdaad al een paar goede dagen mist, zie je dus op de lange termijn dat het rendementverschil gigantisch is. En nu is natuurlijk ook een beetje de vraag, want we hebben natuurlijk een hele mooie stijging neergezet op dit moment van iets meer dan 14%. Gaat dit zich voortzetten in de rest van 2023? Nou, voor ik daar verder op inga, mocht je op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro, zoals de meeste Nederlanders. En op dit moment loopt er ook een speciale actie via de link in de beschrijving. Want als je registreert voor 30 juni, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 juli terug met een max van 100 euro. In de beschrijving staat zo'n linkje via het linkje, maak je gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken, zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed. Laten we wat verder vooruit kijken, want we kunnen er niet omheen dat SP 500 natuurlijk gigantisch is gestegen. Want als we inderdaad ook kijken naar de individuele aandelen en we kijken naar de year-to-date performance, zien we inderdaad dat er een paar grote spelers gigantische rendementen hebben neergezet. En dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar ja, dat is natuurlijk vooral de vraag, kan dit zo door blijven gaan? En daar heb ik dus wel mijn twijfels over. Ik wil dus niet zeggen dat bijvoorbeeld in de rest van 2023 al het rendement weer wordt ingeleverd. Maar het me verbazen als we er bijvoorbeeld nog eens 14,5% bovenop krijgen en dat we dus inderdaad in de buurt komen van het jaarlijks rendement voor de S&P 500 van laten we zeggen zo'n 25 tot 30%, nou dat zal me dus behoorlijk verbazen, maar ik vermag nog steeds dat we inderdaad wel wat rendement kunnen meemaken in de rest van 2023. En dat heeft er vooral mee te maken dat veel problemen langzaam en zeker worden opgelost, want ik heb inflatie natuurlijk meerdere keren besproken op dit YouTube kanaal, je ziet natuurlijk in de Verenigde Staten dat het inflatiepercentage gigantisch is afgenomen. Je ziet het van 9,1% naar natuurlijk afgelopen maand van 4%. Dus dat gaat hartstikke snel. Maar om tot dit resultaat te komen, ja, de Federal Reserve moest natuurlijk dan die rente gigantisch verhogen. Dus je ziet inderdaad ook dat tijdens de coronacrisis, dat begon natuurlijk februari, maart, dat de rente, ja, het lag eigenlijk op het nulpunt. Je kon bijna nog geld toekrijgen als je besloot om geld te lenen. Nou, daar was natuurlijk snel weer een oplossing voor nodig. Er werd heel veel geld in de economie gepompt, omdat de economie letterlijk stil stond. Maar op een gegeven moment ja, moet je dus die geldkanaal weer dichtdraaien. En dat kan dus door die uh, rente gigantisch te verhogen. Nou, dat zie je dus nu ook de laatste paar maanden dat het heel erg hard is gegaan. Vandaar dus dat we in 2022 ook veel verkoopdruk meemaakten. Want een snel stijgende rente, je kan er niet omheen, dat pakt altijd veel voor de aandelenmarkt. Maar nu is het dus wel zo dat veel beleggers er rekening mee houden dat we ongeveer aan de piek zitten. Misschien dat er nog één, misschien twee rentestijgingen nog kunnen plaatsvinden in 2023. Maar in 2024 houden al meerdere analisten en beleggers rekening met lagere rentes. Het zal me verbazen als we direct weer doorzakken tot bijvoorbeeld uh, wat we hebben gezien in 2020 en deel van 2021. Ik denk inderdaad dat we ongeveer teruggaan naar het level voordat de corona- plaatsvond. Dus dan heb je het ongeveer over zo'n anderhalf tot twee procent. Dat zal me eigenlijk niet verbazen. Het zal mij juist verbazen als we echt heel diep doorzakken en dat we dus weer in een fase terechtkomen dat geld gratis is. Dat zal natuurlijk voor de aandelenmarkt goed kunnen uitpakken, maar opdat natuurlijk torenhoge inflatie hebben meegemaakt, en dat is natuurlijk het hoogste in de laatste veertig jaar, zowel in de Verenigde Staten, Europa en rest van de wereld, zal het me echt verbazen als ze direct die rente weer heel erg hard omlaag trekken. Want dan kan je wachten dat er vanzelf weer problemen ontstaan. Dus de rente zal in mijn optiek in 2024 een stuk lager staan dan de piek in 2023. Maar ik verwacht ook weer niet dat we de levels aantikken tijdens de corona-crash. Maar zoals je weet, beleggers die kijken vooruit. Dus als inderdaad de rente nog één of twee keer verhoogd wordt daar wordt op dit moment al een beetje van uitgegaan. Ze kijken vooral naar 2024. Vandaar dus ook dat we bijvoorbeeld tot nu toe in 2023 al gigantische stijging hebben meegemaakt, terwijl je natuurlijk kijkt naar de rente, alleen nog maar verder omhoog gaat. Dat heeft er puur mee te maken dat heel veel beleggers weten: ja, we gaan nu nog wel omhoog, maar er komt vanzelf een einde aan. Dus je ziet dus echt dat beleggers vooruit kijken. En we weten natuurlijk allemaal als de rente eenmaal daalt, kan dat positief uitpakken voor de aandelenmarkt. Dus dan is het niet zo gek dat de langzame zeker Weer wat vertrouwen terugkeert en dat veel kapitaal weer in de aandelenmarkt terechtkomt. Wat betere tijden lijken eraan te komen. Dan is het natuurlijk wel taak dat het inflatiepercentage blijft zakken. En als je inderdaad ook kijkt van hoe hard het is gegaan de laatste tijd. Ja, dat is echt historisch gezien. Zal het niet vaak voorkomen dat we inderdaad zo hard die rente hebben zien stijgen. Je ziet natuurlijk wel in de laatste tijd dat de rente gelijk blijft liggen. Het vorige besluit vanuit de Federal Reserve is om niks te doen. Dus het werd niet verlaagd en het werd niet verhoogd. Nou, dat is natuurlijk ook wel positief voor heel veel analisten en beleggers, dat ze weten: oké, okay, misschien dat we nog wel een verhoging meemaken, maar de piek is nu toch wel echt in de buurt. Vandaar dus dat ik ook wel positief ben voor de rest van 2023, maar je ziet vooral dat het begin van 2023 ja, toen ging het wel heel erg hard. Er waren inderdaad momenten dat heel veel beleggers nog heel veel twijfel hadden en langzaam maar zeker merkte je gewoon dat heel veel beleggers erachter kwamen van, hé, hey, wacht eens even, dat inflatieprobleem, dat wordt toch vrij snel opgelost, misschien nog wel sneller opgelost dan gedacht. En op een bepaald moment zag je dat heel veel analisten uitgingen van de piek in de rente zo halverwege 2023 en in 2024 alweer een daling. Nou, dat vinden beleggers ook hartstikke mooi. En toen zag je dus eigenlijk dat het heel erg snel ging, omdat het ook weer een beetje onverwachts kwam. En ik had een Natuurlijk net al aangegeven, de beste dagen komen vaak voort in slechte markten en dat heeft ermee te maken dat mensen er niet vanuit gaan. En dan op een bepaald moment gaat het hard en dan zie je dat er best wel wat FOMO kan ontstaan en dat er heel veel kapitaal in verschillende sectoren de markt op komt. En ja, dan zie je dus dat het een sneeuwbaleffect is. Het gaat steeds harder en harder en hebben we dus meerdere van die topdagen in zogeheten bear markets. Dus vandaar dat het me niet zo verbaast dat we in het eerste half jaar van 2023 zo hard zijn gegaan. Maar nogmaals, het zal me wel echt verbazen als we bijvoorbeeld nog een stijging zetten van 14% zo'n beetje in het rest van 2023. Want ja, dan zal er dus sprake zijn van een nieuwe all time high. Want als we inderdaad eventjes kijken van wat zal ongeveer vanaf nu een stijging inhouden van 14%, dan heb je het op een level van boven de 5000. Nou, dat is natuurlijk een, een heel hoog level, een stuk hoger dan de all time high die we. Begin 2022 hebben we ingezet. Dus dat zal me wel echt verbazen. Maar het zal me ook verbazen als we bijvoorbeeld al het rendement van 2023 weer inleveren. Dus kort samengevat, 2023 is op dit moment fantastisch begonnen. Ik denk niet dat veel beleggers er rekening mee hielden dat ze in juni al spraken van een year-to-date performance van meer dan 14%. Dat zorgde dus ook voor dat het mogelijk is. Want als beleggers er niet van uitgaan en het gebeurt in één keer, zie je vaak FOMO terugkeren. Maar nu zie je dus wel dat het vertrouwen langzaam en zeker terug is in de markt. Dus er is dan wel behoorlijk wat we voor nodig om hetzelfde rendement in de eerste paar maanden van 2023 ook te behalen in de laatste paar maanden van 2023. 23. Dus ik denk dat 2023 uiteindelijk een heel mooi jaar gaat worden. Maar het zal me wel verbazen als dus de rest van 2023 net zo goed gaat zijn. Als het begin van 2023. Laat zeker eventjes in de comments weten hoe jullie er nou tegenover staan. Denk je dat deze rally zich doorzet en dat we dus een nieuw all-time high gaan neerzetten in 2023? Of denk je dat we na deze behoorlijke stijging in de eerste paar maanden. eventjes weer op adem komen en misschien gewoon afsluiten rond de 4500 à 4600 aan het einde? Einde van 2023. Voor nu kwam wel het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dan dus zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later!